John van Paassen, we zijn hier bij Paashof. Kan je iets vertellen over het huidige bedrijf? Ik heb met een bedrijf mee 440 zeugen en 4000 vleesvarkens en 20 hectare akkerbouw. En ik doe nog wel bestuurswerk bij. En hoe heb je het bedrijf allemaal ingericht met personeel? Ik heb één medewerker, mijn vrouw Mieke, die werkt altijd mee op het bedrijf. We lossen krachten en de kinderen klussen erbij, hè. Die hebben ook geld nodig. vroeger heb je een bepaalde keuze gemaakt om voor de varkens te kiezen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, in mijn tijd was het zo dat je, ik wilde graag boer worden, maar mijn broer die wilde dat ook. Die is toen begonnen met de melkvee, hè, bij jullie thuis, bij de koetjes. En toen heb ik me eigenlijk georiënteerd op stages in de varkenshouderij en de vak daar sprook mij enorm aan. Mm-hmm. En zo ben ik erin gerold. En toen heb je hier het bedrijf? Ja, ik heb mijn opa dit bedrijf hebben hier helemaal gesticht. Helemaal van begin af aan helemaal nieuw opgezet. Mm-hmm. Zoals dat in die tijd nog ging. Ja, nou gaat dat niet meer zo makkelijk. Nou gaat dat niet meer. Nee. Nou, je bent in verschillende fasen, ben je gegroeid op nu, ja. De aantal de omvang. Ja. Ja, dat is allemaal in fases gebeurd, omdat ik altijd mijn aandacht een beetje verspreid heb tussen mijn bestuurswerk en bedrijfsgroei. Ik had een eigen filosofie op dat ik absoluut niet de grootste van de omgeving wil zijn. Dat trekt mij helemaal niet zo. Maar ik wil wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Dus het bedrijf moet zo zijn dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga, dat ik plezier heb in mijn werk en dat ik het kan overzien en het proces kan beheersen. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over dat je bestuurlijk actief bent? Waar ben je allemaal actief? Ik ben net nog actief bij Deermak en Kumak. Dat zijn projecten om de mineralen en de mest beter te verwaarden en op te waarderen. En ik ben actief bij Topix Noordsvind. Dat is de ene grootste varkensfokkerijorganisatie van de wereld. En Kumak, dat is voor de peel een heel uniek iets. Ja. Dus, okay. Mestverwerking is altijd een beladen thema, maar wij doen al 7 jaar van mest een hoogwaardige fosfaten maken en we halen het water uit de mest. Mm-hmm. We zijn ook de enigste in Nederland die al 7 jaar op het oppervlaktewater het water teruggeven aan de natuur. Al volgens de richtlijnen onder toezicht van het waterschap en alle partijen die daar zich met bemoeien. En daar gaat goed en dus. Ja, vind ik altijd nog heel knap dat we dat altijd hebben gedaan, ook altijd in de lute. We zijn ook weinig in de pers geweest en dan zeker niet negatief. Mm. Dat we altijd speel toch wel goed gespeeld hebben. Ik vind een mooi iets als een voorbeeld van pionier in de peel. Dat is toch weer iets... Ja, het is pionieren in de peel, maar om te pionieren heb je kans nodig. Die kans hebben we gekregen toen ook van de lokale overheid om te mogen pionieren. De ondernemers die waren van overtuigd dat er wat moest gebeuren. Alleen, we hebben al tijd last van gehad dat wij eigenlijk te ver op de ontwikkelingen vooruit liepen. De rest keek de kat uit de boom en hadden we veel last van. Mm-hmm. Dat de beleidsruimte en de regels er nog niet verklaar waren. Ja. En bij Topix, daar heb je... Ja, Topix, varkensfokkerij. Varkens in de natuur krijgen 6 biggetjes en bij mij krijgen ze er 13. Mm-hmm. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Maar varkensfokkerij is een heel fascinerend beroep. Mm-hmm. Omdat je, als je kijkt naar de gezondheid van mensen, de varkens moeten sterk zijn. Antibiotica is wat uit den boze. Mensen willen lekker vlees hebben. Nou, en daar. En er is heel veel op ontwikkeld. Zo doen we voor de DNA ontrafelen van de varkens. Daar hebben we gewoon honderdduizenden gegevens van welke varkens goede vleeskwaliteit hebben. En daar kunnen we op fokken. En een ander voorbeeld is onze fokkerijorganisatie. Die heeft zelf een MRI-scan bijvoorbeeld. Dus wij maken van de varken 70.000 foto's. En dan kijken hoe de hammen zijn, hoe het buikspek is, hoe de gewrichten zijn. En daar fokken wij op. Dat gebeurt dan in Noorwegen. En er wordt heel veel kennis ontwikkeld waar men hier vaak in lokaal, hier in de Peel, helemaal geen weet van heeft wat er allemaal achter zit. Mm-hmm. Is ook een voorbeeld van pionieren? Dat is een voorbeeld van pionieren, maar dat gebeurt niet lokaal. Dat is gewoon een wereldwijde activiteit. Zoiets kun je ook alleen maar wereldwijd doen, omdat dat gewoon
ja, zo'n apparaat kost al 1,5 miljoen. Dat kan je hier in de Peel niet doen. Nee. Vind je jezelf een pionier in de Peel? Een bepaalde opzichten wel. Ik heb hier in de uitstraling van mijn gebouwen flink geïnvesteerd. Dat is pionieren. Ik heb al te kaart getrokken bij de mestverwerkingsprojecten en ook vroeger bij de ZLTO. Een tijd dat ik bestuurlijk actief was, heb ik altijd proberen de mensen op sleeptouw te nemen richting de toekomst. Mm-hmm. Maar dat zijn geen eenvoudige processen. Nee. Je hebt hier ook een ontvangstruimte gecreëerd en een kijkstal. Ja. Is dat ook een voorbeeld van pionieren? Of, Ja, ik heb hier een ontmoetingsruimte. Het is geen zichtstal dat mensen 24 uur per dag binnen kunnen lopen, maar een groep op afspraak, daar hou ik excursies voor lagere school, kleuterklassen, maar ook mijn leveranciers of dergelijke hou ik sessie hier. Daar vind ik gewoon belangrijk om contact te hebben met mijn omgeving. Maar ik doe het wel even gericht voor bepaalde groepen. Bepaalde groepen besteed ik ook geen aandacht meer aan. Mm-hmm. Heb je... Heb je een tip voor mij als jonge ondernemer? Ja, als ondernemer, jonge ondernemer deze tijd is het heel spannend. Je moet je op een paar dingen voorbereiden. Een van de belangrijkste dingen blijft voor mij altijd dat je plezier in je werk moet houden. Dat is heel belangrijk. Mm. Het tweede is dat je moet kunnen relativeren. Dus er komen af en toe zoveel onredelijke dingen op je af tegenwoordig als ondernemer, dat je er af en toe afstand van moet kunnen nemen. Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt af en toe hier met lokale overheden te maken die in sommige gevallen eerder een hets richting de boer opzetten als de dialoog stimuleren. Mm-hmm. En dan moet je wel tegen kunnen. En er is wat dat betreft gewoon veel veranderd. Niet iedereen denkt in oplossingen, maar vaak aan verkiezingsbeloften of andere zaken. En dan moet je wel als ondernemer tegen kunnen. Mm-hmm. Daarlangs moet je op je bedrijf heel te dingen doen die je ook denkt dat de toekomst ja, je bedrijf sterker maken. Dus een goed product, ook waar de consument op zit te wachten. Dus je kunt wel aan een maatschappelijke positie allemaal werken, maar het gaat uiteindelijk wel over dat je een goed product tegen een goede prijs blijft maken. Want anders is het passé. Kan je er als ondernemer zelf aan de prijs veel doen? Ja, dat is per sector verschillend. Hè. In de zuivel is Capina Melkunie natuurlijk heel actief. Nou, die heeft natuurlijk een enorm onderzoeksprogramma. Hè. De babyvoeding naar China, het bekende verhaal, noem het maar op. En dat ze stofjes uit melk halen die in tv-schermen verwerkt worden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus daar is de vraag van de markt eigenlijk een stuk simpeler. Want als je lid bent van die club, is dat een stuk ingevuld. In de varkenshouderij zien we allerlei concepten nu komen, diverse segmenten. Ja, dan moeten wij veel meer ook investeren in die relatie richting consument. Mm-hmm. Of je moet in de gangbare markt blijven opereren. Dus er zijn meer keuzes. En dat geldt voor de pluimvee en de tuinbouw natuurlijk weer anders. Mm-hmm. Als je kijkt naar jouw toekomst en je prijs, wat zie je daar, verwacht je daarvan? Nou, in Nederland zullen meer concepten komen, maar in het vlees... Het vlees wat in Nederland geproduceerd wordt, ongeveer in Nederland 25% geconsumeerd. De rest gaat naar het buitenland. Dan zullen sommige mensen zeggen van ja, dan moet je daar maar ophouden. Maar voor mij zijn de consumenten in het Roergebied, waar het buitenland is voor veel mensen, zijn belangrijker dan de mensen in Utrecht. Hè? In een uur tijd zit ik in het Roergebied, maar als ik naar Den Haag rijd, dan moet ik 2 uur rijden. Mm. Dus mijn thuismerk is Europa en in Europa zijn consumenten genoeg. En die zullen ook heel veel in de gangbare markt bediend worden. Want niet iedereen heeft de budgetten om iets exclusief te kopen. Als we gewoon kijken in Nederland hoeveel mensen er nog zijn die gewoon ja, het met minder moeten doen. Dus de basis zal wel weer wat hoger worden, maar het exclusieve blijven kleinere segmenten. En dan denk ik aan biologisch en dergelijke. Dat zijn allemaal wel groeiende segmenten, maar er zit allemaal nog in ongeveer een marge van 5-10% van de markt. Dus kleine segmenten. Je zei straks dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt om hier bedrijven op te bouwen. Ja. Of bestuurlijk. Heb je veel kritiek van de omgeving gekregen? Van mijn omgeving niet. Bij mijn opening van de laatste stal heb ik nog weer een Japanse notenbon van mijn buurman gekregen. Dus ik heb nog nooit geen bezwaarschrift van mijn buurt gehad. Maar ik blijf altijd met de buren in gesprek. Ik blijf hun altijd helpen en hun helpen mij altijd.
dan moet je gewoon altijd in blijven investeren. Dus die omgeving, dat is voor mij zelf geen issue. Het is gewoon dat je je bedrijf niet kunt ontwikkelen vanwege eventueel provinciale regels of andere maatschappelijke groeperingen die op dit moment sterk de trom roffelen. En dat je bestuurlijk actief vrij actief bent, heb je daar kritiek op? Ja, ik heb natuurlijk in mijn tijd van de Settled Your en op andere vlakken, als je vernieuwing aankondigt, dan heb je niet alleen sympathisanten, dat is gewoon zo. Nee. Maar ik vind gewoon, en daar mis ik het moment heel erg bij heel veel bestuurders, je moet de mensen af en toe wel op een positieve manier de andere kant op manoeuvreren. Dus daar vraagt leiderschap. En helaas zien we heel veel politici en bestuurders die maar wat mee huilen met de wolven in het bos. Mm. En geen veranderingen tot gang tot stand brengen. Mm. En dat is gewoon heel jammer. En je vrouw, wat vindt die ervan dat je zo bestuurlijk actief bent en niet steeds op het bedrijf bent? Nou, zij heeft altijd heel veel begrippen gehad dat ik dat deed. En als zij het zelf me niet hoefde. Mm-hmm. Dus, en ik heb haar altijd de ruimte gegeven om haar dingen te doen. Dus wat dat betreft hebben wij misschien in sommige opzichten ouderwets. Maar tot de 12 jaar is mijn vrouw altijd gewoon de hele week bezig geweest met de kinderen opvoeden. En de dingen op het bedrijf. En daar voelde zij zich het gelukkigste bij. Mm-hmm. Dus iedereen doet waar het meest plezier in heeft. En bij mij was het de mix van bedrijf, gezin en bestuurswerk. Mm. Ja. Die omgezond, de mestverwerking, dus, heb je een bepaalde keuze en strategie in? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ook daar ben ik toch altijd wel eigenzinnig geweest. Als je de komende 30 jaar vooruit kijkt, dan heb je het energievraagstuk waar in mijn beleving eigenlijk eenvoudig opgelost wordt. Er komt voldoende zonne-energie, windenergie, zonnecollectoren. Er zijn heel veel nieuwe technologieën komen, dus de energievraagstuk wordt opgelost. Mm. Maar we krijgen een ander probleem, dat is om voedsel te produceren heb je fosfaat, stikstof en kalium nodig. En die komen uit mijnen en die mijnen die raken gewoon op. En er zijn geen alternatieven voor. Je kan niet zeggen, goh, dan doe ik maar, pak ik geen fosfaat en pak ik iets anders. Planten die hebben fosfaat nodig. Mm. En wij hebben een hoop van die mineralen. En iedereen kijkt er heel negatief tegen, maar voor ons, in mijn beleving, is dat in de toekomst het zwarte goud. Die mineralen worden heel waardevol, je hebt ze gewoon nodig om voedsel te kunnen produceren. En daarom vond ik ook, heb ik mijn collega's ook opgeroepen dat we dat samen op moesten pikken, zodat we zelf ook grip op die stroom houden. Want heel veel agrariërs verdienen weinig, want het is gewoon een product waar meer waard wordt, dan geven we het weg. Dan zijn we er ook geen eigenaar van. Mm-hmm. En daarom heb ik ze ook gestimuleerd om dat samen te verwerken en er samen steeds betere producten van te maken. Ik zie er echt heel veel toekomst in. En vooral om voor voedsel hebben we het gewoon nodig. Dat is het belangrijkste. Okay. Ja, als het over rundveemest gaat, die kan je ook verwerken. Alleen is het zo dat in rundveemest zit een lager fosfaatgetal in. Mm-hmm. Dus die is per kuub nogal wat kostbaarder om te verwerken. Dus misschien zou het gewoon beter zijn dat de samenwerksverbanden kwamen van rundveehouders en varkenshouders, dat bijvoorbeeld alle varkensmest verwerkt wordt. En die rundveehouders mest bij de varkenshouders op het land rijden. Dat zou een effectievere kringloop zijn. Mm-hmm. Maar dat moet dan wel weer georganiseerd gaan worden. En die organisatie ontstaat niet zomaar. Nee, maar ik denk wel dat die kant op zal gaan. Mm. Dat gaat komen. Ja.